padvinderij moet wereldwijd groter gemaakt worden. Dit is een van de redenen waarom een eerste International Scout and Guide Fellowship, ISGF, Western Hemisphere Conference is gestart. De 3 dagen durende conferentie is gisteren begonnen in het Hotel Terrarica en wordt georganiseerd door de padvinsters van de eerdere uren, namelijk de Stichting Paveur Suriname. Deze stichting is aangesloten bij ISGF, de overkoepelende organisatie van volwassen padvinders en padvinsters met afdelingen wereldwijd. Ingrid Islam Bergen, voorzitter van de Stichting Paveur Suriname, zegt dat de padvinderij ondersteund moet worden. Het is de bedoeling van onze organisaties om de actieve padvinderij te ondersteunen, zoveel als mogelijk, met verschillende dingen, zowel materieel als anderszins, vooral anderszins. En deze conferentie dient om de groepen die er al zijn in onze regio te vergroten, het aantal mensen dat eraan deelneemt, en op die manier te proberen om de padvinderij in de hele wereld, en maar voornamelijk in ons gebied, groter te maken. Dat is het in een nutshell. De bedoeling van de conferentie is ook dat padvindersgroepen van de verschillende landen elkaar beter leren kennen. Participanten uit Aruba, Haiti, Brazilië, Amerika, Chili, Curaçao, Frankrijk, Nederland en Uruguay zijn te gast op deze conferentie. Het thema van de conferentie is Save the Earth, Make it a Better Place. In dat kader heeft de milieudeskundige Heidi Berenstein een inleiding gehouden. Islam Bergen geeft verder aan dat de padvinderij in Suriname groeit. We hebben meisjes, jonge meisjes en jonge mannen in de padvinderij die bezig zijn om zich te ontwikkelen. Die een heleboel skills leren om later in hun leven daar profijt van te hebben. Zoals wij dat ook gedaan hebben toen wij jonger waren. En we voelen ons ter dag van vandaag nog steeds betrokken bij de padvinderij. Ik roep alle padvinsters en padvinders, toekomstigen, op om te joinen, om erbij te komen, want het is iets geweldigs wat je daar allemaal leert. Het is alleen maar goed voor je verdere leven. De conferentie wordt 7 september afgesloten met een trip naar het binnenland.